Hi allemaal, sinds een hele lange tijd hebben wij weer een receptje voor jullie en wel een hele speciale, namelijk unicorn cocktails. En we delen twee verschillende recepten met jullie en ze hebben natuurlijk allebei glitters, want dat hoort bij unicorns. En eentje is met alcohol en eentje is zonder alcohol. Ja, en de een is iets meer roze en de ander is iets meer paars. Deze fles wijn hadden wij laatst in een slijterij gevonden. En het is van het merk Dream of Dreamline. En het is een lila wijn met allemaal glitters erin. Hij was voor ons niet nieuw, want hij lijkt heel erg op Aviva, die we een paar jaar geleden hadden gekocht. Met oud en nieuw in het zilver en het rood. Maar we zagen deze lila variant zonder alcohol. En we dachten, oh my god. Dit moeten we hebben. Ja. Dus het leek ons heel erg leuk om daarmee unicorn cocktails te maken. Dus laten we snel beginnen. De eerste cocktail heet Unicorn Blood. En daarvoor heb je nodig deze alcoholvrije lila glitterwijn. Verder gebruiken we ook dit roze drankje. Dit is Bundaberg in Pink Grapefruit. Want die heeft echt een prachtige roze kleur. Dus dat hoort heel goed bij. Verder gebruiken we ook aardbeiensiroop. Disco dip of gekleurde suiker. We gebruiken ook citroen. En eventueel nog prikkertjes. We hebben unicorn prikkers van het merk Kikkerland. Voor dit drankje gebruiken wij dit soort glazen. Het zijn volgens mij champagne glazen, ja, als ik het goed... Fluits. En als je deze niet hebt, dan maakt het niet uit. Want je kan natuurlijk gewoon dit drankje in elk soort glas maken als je zelf wilt. En het leek ons ook heel erg leuk om dan het randje te versieren met allemaal kleurtjes gekleurde suikers. Zodat hij een beetje dat regenboog effect krijgt. En de rand van het glas die maken we dan een klein beetje nat met citroensap. En dan dippen we hem erin. Yes, super magical ziet het er nu al meteen uit. Dus dat is dan stap 1 en dan kunnen we nu verder met echt daadwerkelijk het recept. We beginnen met de siroop en die ga ik in beide glazen een laagje inschenken. En omdat de siroop wat dikker is, dan blijft die echt wat beter onder in het glas zitten. En daarbovenop gaan we dan de glitterwijn doen. Gaat deze heel hard poppen? Ik zal proberen het niet al te hard te doen. Oh nee, hij is, als het goed is, is hij weer iets gekalmeerd. Ja, Tara is op de fiets hierheen gekomen, dus ik ben benieuwd of hij heel erg is gaan schudden onderweg. Nou, ik hoop dat het niet gaat schuimen. We hebben laatst natuurlijk al de wijnoverstroming gehad, dus misschien krijgen we nu de glitterwijnoverstroming. Nou, ik zal heel voorzichtig zijn. Oké, netjes. Ik wil eigenlijk eerst even voorproeven. We kunnen geen unicorn cocktails maken zonder ook even wat glitter in ons lichaam te hebben, denk ik. Oeh, ruikt lekker. Lekker! Wat is het voor smaak? Een beetje berry. Een beetje fruitig inderdaad. Dit is heel echt erg over de top kinderchampagne, als ik even mag zeggen. Om even terug te komen op ons vorige kinderchampagne. Dingetje, deze is echt lekker. Dit is gewoon kinderchampagne voor volwassenen. Oeh, heel voorzichtig probeer ik het nu erin te doen zodat het niet mengt, maar volgens mij gaat het niet. Oh, je ziet wel heel mooi de glitters erin. Je ziet echt dat de glitters in deze wijn zeg maar, zijn wat lichter paars van kleur en dat steekt heel erg mooi af tegen de rode siroop eigenlijk. Ja, het lijkt al echt op unicorn blood, dat moet ik je wel vertellen. Oké, okay, misschien... Wauw. Het ombre effect is lichtjes te zien, maar het is wel te zien, een beetje. Ongeveer. Oké, en dan nu het volgende. Yes. En dat is dit leuke roze drankje. Nou, mocht je dan ook weer niet dit drankje kunnen vinden, dan... Er is vast wel andere soort grapefruit drankjes. Ja, vaak grapefruit inderdaad heb je volgens mij in dit soort kleurtjes. We gaan nu het grapefruit drankje erbij schenken. Gaan we heel voorzichtig met het lepeltje. En dan schenk ik hem rustig aan erbovenop. Stop maar. Yes. Oeh. We zijn bijna klaar. We moeten er alleen nog eventjes een stukje citroen in doen. Gewoon voor de garnering. En het maakt hem nog iets lekker frisser, denk ik. En ik vind deze prikkertjes serieus zo leuk. Maar hij zit zeg maar wel, een prikkertje doen meestal zo erin. Maar er zit een unicorn op de kop. Dus ik zat te denken, kunnen we dit niet op zo'n manier inprikken dat de unicorn nog op omhoog kijkt? Zeg maar zo. Of is het dan weer heel stom? Dan hangt hij eraan. Yay! Ja, of je doet hem gewoon zo en dan hang ik deze er zo aan. Nee. Ja, ik weet het eigenlijk ook niet hoor. Zo, een unicorn gaat erin. Kijk. Nou, de unicorn blood cocktails
zijn klaar. Ze zien er niet zo duister uit als dat ze klinken. Ja. Maar als wij denken aan unicorn blood, dan denken wij gewoon aan de roze met glitters en regenbogen. Laten we maar proeven. Deze heeft dus geen alcohol. Maar dat maakt het niet minder leuk, denk ik. Oh. Wauw. Hij is heel lekker. Ik had verwacht dat hij echt tot mijn tanden eruit zouden vallen. Dat hij heel zoet was. Maar dat is niet zo. Hij is perfect. Al zeg ik het zelf. Hij is heel lekker. Hij is heel lekker. Hij is zeg maar zoet, maar vooral heel erg fris. Mm. Dit is echt een heel lekker drankje. Dus niet overdreven van onze video is alles lekker. Nee, het is echt heel erg lekker. En ik moet zeggen, het is ook echt helemaal niet erg dat hier geen alcohol in zit. Nee. Dat proef je er niet af. Het had er zeg maar wel in kunnen zitten, stiekem. Nou, dat was onze Unicorn Blood cocktail. Hij was super lekker. En dan gaan we nu verder naar het tweede recept. En dat is Unicorn Tears. Wat heb je nodig voor dit cocktailrecept? Nou, als eerste Passion Blue Chardonnay. Blauwe wijn. Dit is dus gewoon een blauwe witte wijn. Blauwe witte wijn. Blauwe wijn. Hij is blauw. En wat je net al tegen me zei behind the scenes. Ik ben benieuwd of je hier een blauwe tong van gaat krijgen. Mm-hmm. Ik denk het ergens wel. Maar het leek ons perfect voor Unicorn Tears. Nou, verder gebruiken we natuurlijk ook weer de blauwe alcoholvrije glitterwijn. Blauwe? Oh, paars. Gaat goed. Lila. Lila, paars. Verder nog een alcohol naar keuze. Wij hadden zin in Malibu. Voor een beetje die coconut flavor. Tropical. Ja, past er hopelijk bij. Voor de garnering hebben we ook weer gewoon de gekleurde glittersuiker eigenlijk. En een citroen. Nou, we beginnen weer even met het versieren van de randjes van het glas. En we willen gewoon weer een regenboograndje. Dat is gewoon heel erg leuk. Heel erg makkelijk. Oh, en het zijn nog wel stoere glazen, maar op die manier worden ze net iets... Vrolijker weer. Nou, we beginnen met de Malibu. En we doen daar ongeveer een maatje in. Ik heb nu even geen maatbekertje, dus ik gok het een klein beetje op. Goed, ja. Is dat genoeg voor jou? Dat is zat. Oké. Eerst de Malibu en dan de wijn. Dit klinkt echt, eerlijk gezegd, als een verschrikkelijke combinatie. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar we willen niet heel veel van die wijn toevoegen, want we willen hem eigenlijk alleen voor de kleur. Dus stel dat je die blauwe wijn niet hebt, dan zou een ander blauw drankje of misschien iets met van een kleurstof, zou dat wel ook werken. Ja, en dat blauwe zorgt er gewoon voor dat straks het paarse van de glitterwijn net ietsje wat donkerder en hopelijk wat intenser wordt. Dus, maar omdat blauw zo heftig is, doen we inderdaad maar heel weinig ervan in. Zelfs de kurk is blauw. Zou die blauw gekleurd zijn of is die gewoon nee, blauw? Nee, ik denk dat het gewoon een blauwe kurk is. Mag ik eens ruiken? Oh, dat heeft wel echt een wijn. Nee, ik sloeg tegen mijn neus aan. Ja, het is gewoon wijn. En gaan we nu de wijn toevoegen. Hier doen we een klein scheutje van in. Ja, dus het maakt niet uit dat misschien de combinatie van wijn en Malibu niet zo lekker is. Want we doen dit echt alleen voor de kleur. Wow, hij is echt mega blauw. Hij is echt goed blauw, ja. Zo, het is bijna neon. Zo. En dan natuurlijk, super belangrijk, de glitters toevoegen aan deze cocktail met weer de Dreamlime. En we vullen hem gewoon aan. Ja, ik ben heel benieuwd naar het kleurtje straks. Oeh, mooi. Hij blijft blauw. Die wijn is dus echt al heel sterk qua kleur. Oeh, hij is wel echt super magical. Maar laten we dan nog even iets toevoegen om hem toch een beetje paars te maken. Want wij vinden dat Unicorn Blood gewoon paars moet zijn in het blauw. Toch? Ja. Nee, Unicorn Tears. Ja. Hij ruikt wel lekker hoor. We doen de siroop wel. Ik denk dat dat wat meer kleur geeft. Mm. We gaan een scheutje van doen. Ja. Even kijken wat dat doet. Oeh. Oeh, is wel mooi zo. Oeh. Oeh la la. Deze heeft pas het ombre. Ja, dat ziet er echt super vet uit. En alles zie je zo heel mooi swirlen om elkaar door die glitters. Nou, dit was dan de Unicorn Tears cocktail. Hij is echt super cool. De onderkant is paars en hij loopt over naar blauw. En overal, ja, overal zie je die glitters doorheen. Echt, hij is heel echt mooi. Iets bijna meer duister dan ook dan de andere. Cheers. Wat wil je bijna? Ja, ik wil bijna alleen maar ernaar kijken, maar ik moet ook even gaan proeven. Dat is wel lekker. Eerst proef je zeg maar alleen... Malibu? Nee, dit vind ik juist als een nasmaakje. Heel super cool. Super yummy. En hij is gewoon vooral inderdaad super magical. Nou, super leuk en lekker om van deze cocktail natuurlijk samen te genieten wanneer je hem net hebt gemaakt. Maar het is ook heel erg leuk om deze cadeau te geven. Ja, en wij dachten het is gewoon super cool om deze dan cadeau te geven in een mooi
glazen flesje met een eigen labeltje erop. Het is eigenlijk heel erg simpel, maar toch vind ik het wel heel erg bijzonder. Of ik zou echt losgaan als ik dat zou krijgen. Ja, als je dan bijvoorbeeld naar een feestje gaat en ze zeggen... Bring your own booze. Ja. En dan geef je een cadeautje en dan is het ook nog eens een unicorn cocktail. Ik kan wel een paar vriendinnen bedenken die echt zouden gillen. Nou, dit flesje is van Action. Het is gewoon een heel leuk, simpele glazen flesje met een dopje. Mocht je niet zo eentje hebben, dan kun je natuurlijk ook een ander soort flesje gebruiken. Ja, want ik denk zelf, deze is wel heel erg leuk omdat hij een kurkje heeft. Dus als je gewoon weet dat je een vriendje toeloopt en dan geeft, dan is het makkelijk. Maar het is natuurlijk wel wat fijner om hem echt te hebben met een draaidop. Je kan ook gewoon een oud, ander flesje gebruiken van een frisdrank of zo. En om verder het flesje af te maken, hebben we ook zelf labeltjes gemaakt. Gewoon via PicMonkey of Word kun je ook gebruiken. We hebben gewoon een afbeelding opgeslagen. En dan hebben we hier eentje gemaakt met unicorn tears. En hier eentje met unicorn blood. En deze kun je gewoon heel makkelijk uitprinten. Gaan wij eventjes uitknippen en dan opplakken. Nou, momenteel hebben we maar één flesje. Dus welke zullen we erin doen? The tears of the blood. Dan zeg ik unicorn tears. Dus ja. Degene met alcohol en degene met het beste ombre effect. Ik heb het label uitgeknipt. En die plakken we gewoon zo om het flesje heen. En die plakken we gewoon heel simpel vast met een beetje plakband. Tada! En het enige wat we nu moeten doen is hem vullen. Dus we beginnen weer met een klein scheutje Malibu. Zo. En daarover komt wat blauwe wijn. En daarover natuurlijk de glitterwijn. Ik schud hem nog heel eventjes zodat er genoeg glitter in komen. Zo. Yes. Bijna helemaal vol. En die maken we nog eventjes af met een klein beetje van de aardbeiensiroop. Oeh. Doe hem weer dicht. En dit is wel heel cool, want je ziet echt dat de onderkant dus paars is en de bovenkant blauw. Als we hem zo omdraaien, kan je echt weer dat mooie ombre effect aan deze kant zien. Ja, dus deze is wel echt super cool. Moet je nagaan als iemand dit aan jou geeft. Dat is toch super impressive? Ja, dat ziet er ook echt heel magisch uit. Ja, het echt een heel blijft, gek drankje is. Ja, want in die wijn zitten zeg maar bubbels. Dus het blijft telkens de glitters omhoog brengen. Ja, en in dit geval zie je ook echt heel duidelijk dat de siroop veel zwaarder is. Dus dan krijg je echt dat goede... ombre effect. Ja. Ja, dat ziet er echt heel cool uit. Nou, dat waren ze dan, de twee soorten cocktails, Unicorn Blood en Unicorn Tears. Welke vond jij het lekkerst? Ik vond denk ik de Unicorn Blood het lekkerst. Ja, ik denk het ook. Het is verrassend gewoon. Hij lijkt zo zoet, maar dat is dan, viel toch wel heel erg mee. Ja, viel heel erg mee en gewoon zonder alcohol, dus dat is ook wel een plus. Maar ik moet zeggen dat ik deze juist wel heel erg cool vond, omdat hij dat ombre effect zo duidelijk had. Precies. Dus sowieso zijn ze beide geslaagd en natuurlijk het cadeautip is echt een hele goede tip. Misschien is het je ook nog wel opgevallen, maar ik heb een trui aan met Unicorn Queen erop. En hier staat ook, wat staat hier op? Unicorn! En het is echt super flashy. Helemaal in stijl. We zijn heel erg benieuwd welke van de twee cocktails jou het lekkerst lijkt of welke jij zou willen namaken. Ja, laat even jouw keuze achter in de comments. En we hopen dat je het leuk vond om te zien. Geef me vooral een duimpje omhoog als je ook van unicorns houdt. Wij in ieder geval wel. En deel deze video met al je vriendinnen die ook van unicorns houden. Yes. Nou, vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zien we je heel graag weer terug in de volgende video. Doei! Doei.